dames, ik heb fantastisch goed nieuws. Want chocolade eten mag. En ik ga jou precies vertellen waarom in deze korte video. En ik ga je ook vertellen welke chocolade je dan moet eten. Hallo, mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik ben wellnesscoach. Ik ben wellnesscoach en ik coach ook mensen die een eigen business willen opzetten in de wellness. Oeps! Ik was even van de kaart omdat ik hier allemaal rare meldingen krijg van Facebook. Goed. Oké. Het is officieel. Chocolade is een bron van vitamine, mineralen en gelukzaligheid. Toch, dames? Oké. Waarom? Wel, wat is het hoofdbestanddeel van chocolade? Nee, en ik heb het niet over de witte chocolade, want dat is helemaal geen chocolade. Dat is alleen maar een samenvoeging van suikers en vetten. En daar word je alleen maar moe, dik en ziek van. En ik heb het ook niet over de melkchocolade natuurlijk, want daar zitten ook weer dingen in die je niet in je lijf wil. Nee, ik heb het over de pure chocolade van minstens 70% cacao. Die chocolade, kijk, cacao is de rijkste bron van magnesium op deze aarde. Weet je waarom magnesium zo belangrijk is? Weet je waarom vrouwen vlak voor hun menstruatie plots zo een chocoladedrank krijgen? Dat is omdat ze op dat moment een flinke terugval krijgen van die magnesium. Dan schreeuwt het lichaam, ik wil chocolade. En gelijk heeft het. Maar wel de goeie. Oké. Wat zit er nog in die cacao? Het is rijk aan ijzer, kroom, mangaan, zink, koper, vitamine C en nog een aantal dingen meer. Heel veel essentiële voedingsstofjes voor ons. Er zit ook PEA in. PEA is een afkorting van een moeilijk woord, maar gemakkelijk vertaald is het de love drug. Dat betekent dat het je libido verhoogt. Hey. Mooi meegenomen, niet? En verder zit er ook anandamide in. En anandamide is een neurotransmitter. Dat is een stofje in je hoofd dat je humeur verbetert en dat je gewoon een goed gevoel geeft. Daarom houden wij zo van chocolade. Dr. Chris Verburg die schrijft in zijn voedselzandloper over chocolade, maar dan inderdaad ook degene met minstens 70% cacao, bevat meer flavonoïden, dat zijn een soort antioxidanten, dan groene thee. Verlaagt de bloeddruk. Verbetert de insulinegevoeligheid. Dat betekent dat de suikers minder lang in je bloedbanen blijven. En vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Hebben we nog redenen nodig om chocolade te eten? Ja. Ik ga er jou nog eentje bij geven. Want er is ook chocolade die helpt om je te laten afvallen. Echt waar. De chocolade heet chocola minceur. Chocola minceur, echt waar. Het is een doosje met 30 schattige mignonnetjes in. En je mag er zo 3 per dag eten. En in zo'n mignonnetje zit 89,4% chocolat noir, het is Frans, avec 70% de cacao. Ah, voilà, het voldoet aan ons criterium. En er zit ook le formule minceur in. En het is chocolade ontwikkeld door een Franse chocolatier. En je zou er dus van vermageren. Nu, neem dat toch met een korrel zout, want ik bedoel, als je niks anders gaat doen, niks anders gaat veranderen dan alleen maar die chocolade eten, oké, 3 per dag, ik denk niet dat je er gaat van afvallen, eerlijk gezegd. Want ze vermelden hier een studie die aantoont dat het wel zo is, maar die studie die is gebeurd volgens mij door de producent zelf en op 40 mensen. Ja, dat is voor mij geen studie. Maar goed, het zal zeker helpen om aan gewichtsbeheersing te doen. Want er zit een bijsluiter in. Met oefeningen. Echt waar. Met oefeningen. Goede oefeningen. Om af te vallen. Nee. Ja, maar
Waarom zal het je helpen om aan gewichtsbeheersing te doen? Omdat er een aantal actieve stofjes in zitten die die gewichtsbeheersing stimuleren. Of liever het vet verbranden stimuleren. Namelijk, er zit guarana in. Guarana ken je, hè? Van guarana krijg je energie. Dat zit ook in veel van die energiedrankjes. Dus guarana geeft je metabolisme een boost. Guarana geeft je energie. Guarana zorgt ervoor dat je vetten gemakkelijker verbranden. Wat zit er nog in? Groene thee. Ja, van groene thee weten we allemaal dat het gezond is, hè? Groene thee geeft ook je metabolisme een boost. En dan zit er ook nog artisjok in. En artisjok, dat is een plant, die kennen we. Hè? We eten die eigenlijk allemaal veel te weinig. Maar die is gekend voor zijn leverzuiverende werking. En een zuivere lever zorgt ervoor dat je minder vetten in je bloed hebt. Dus ook daar heeft het zijn voordelen. Maar weet je wat vooral heel tof is aan deze chocolaatjes? Ze zijn super lekker. Echt. Ze zijn super lekker. Ik eet er bijna dagelijks toch wel eentje, soms twee van. En weet je wat heel opmerkelijk is? Met eentje heb je genoeg. Want anders, zeg dames, we kennen dat toch. We zeggen, oké, één stukje chocolade. Één stukje chocolade. We breken een stukje van die reep af en we eten dat op. En voordat dat stukje op is, hebben we al het volgende stukje vast. En voordat we het weten, is die reep op. Toch? Hiermee niet. Ten eerste, het zit zo schattig verpakt in zo'n vierkantje. Een mignonnetje. En echt waar, je eet zo eentje op en poef, je hebt genoeg. Dat is een voordeel. Je mag er 3 per dag eten, eentje na elke maaltijd. En dat gaat ervoor zorgen dus dat je minder vetten gaat opslaan. En dat je toch kunt genieten. Want hoeveel mensen, hoe vaak krijg ik die vraag? Oh, na mijn eten heb ik altijd zin in een stukje chocola. En wel, deze mag. Deze mag. Nu, is niet zo makkelijk te vinden, dus ik zal straks hier boven een linkje zetten naar van waar je hem kunt online bestellen. Want dat is het makkelijkste. Oké. Dus, samengevat, chocolade eten is een heel goede zaak. Het geeft een toegevoegde waarde aan je gezondheid en het helpt je zelfs afslanken als je deze chocolade kiest. Dus de Chocola Minceur, top productje. Mijn klanten zijn er gek van. Gek op. Dus als je chocolade kiest, ga dan voor echte chocolade. Ga dan voor chocolade met minstens 70% cacao erin. Want zoals we hebben verteld, cacao heeft heel veel, bevat heel veel goede voedingsstoffen. Waaronder, het is de rijkste bron van magnesium. Magnesium ook heel belangrijk voor de sporters, hè? Voor de spieren. Voeding voor de spieren, tegen verzuring. Maar dus ook voor ons dames om die balans terug in evenwicht te krijgen. Voilà, dat was mijn kleine bijdrage voor vandaag. Ik dacht zo vlak voor het weekend is dat misschien wel goed nieuws. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet ervan en ik zie je graag in een volgende video. Zorg goed voor jezelf. Bye bye.